Hey mensen! Mannen en vrouwen zijn beide interessante wezens. Maar ik vind vrouwen nog net wat interessanter. En dan vooral omdat ik ze bijna nooit begrijp. En volgens mij ben ik niet de enige man die dat heeft. Dit zijn 10 dingen die mannen niet aan vrouwen begrijpen. Wat is er? Niks! Nou, volgens mij wel hoor. Nee, er is niks! Nou, kom op maar. Er is duidelijk te zien dat er iets aan de hand is. Kom, zeg nou wat er aan de hand is. Dylan, er is niks. Zeg nou wat er is. Er is niks. Oké, dan niet. Dan ga ik wel gamen. Hallo, waarom vraag je niet wat er met me aan de hand is? Ik weet niet hoor, maar volgens mij is het duidelijk te zien dat er iets met me aan de hand is. Wat? Ik heb je net de hele tijd gevraagd of er wat was. Ja, je hebt me 5 keer gevraagd, maar je moet het een vrouw minstens 6 keer vragen. Serieus, wat een slechte vriend ben jij. Even naar de wc. Oh, ik ga wel mee. Ah. Wacht. Waarom gaan jullie samen naar de wc? Omdat het leuk is om te kletsen als er een lange rij staat. Maar waarom staat er een lange rij dan? Omdat we altijd samen naar de wc gaan. Maar waarom gaan jullie dan samen naar de wc? Omdat het leuk is om te kletsen als er een lange rij staat. Maar waarom staat er dan een lange rij? Omdat we altijd samen naar de wc gaan. Maar waarom gaan jullie dan samen naar de wc? Omdat het leuk is om te kletsen als er een lange rij staat. Oh, ik weet echt niet wat ik aan moet trekken vandaag. Kleren? Ja, dat snap ik ook wel. Ik bedoel, ik heb zo weinig kleren. Dat valt wel mee, toch? Kijk maar in de kast. Ja, ik zal het je laten zien. Marit, wat kan ik vandaag voor je betekenen? Zie je? Dat is echt heel weinig. Doe mij maar een frikandel speciaal, een frietje speciaal, een bami blok, een kaas soufflé en een broodje kroket alsjeblieft. En jij? Doe mij maar een kroketje. Is dat alles? Weet je zeker? We gaan hier avondeten, hè? Ja, nee, dat is wel goed. Ja. Oké, betaal alsjeblieft dan. Hey Dylan, moet je kijken buiten. Loopt gewoon een naakte vrouw. Huh? Waar? Maar ik zie helemaal geen naakte vrouw. Waar? Is hij nou aan andere dames aan het denken? Als ik nou Cavani op de plek van Neymar zet, zou die 4-3-3 positie dan nog steeds werken? Waar denk je aan, Dylan? Oh, laat me gewoon even lekker aan voetbal denken. FIFA. Zie je, ze heet FIFA. FIFA? Wie is dat? Heb jij op Facebook? Ik ga hem meteen opzoeken. Hey, lieverd. Kijk eens, ik heb bloemen voor je gekocht, omdat ik zoveel van je hou. Ah, ik haat die bloemen! Marit! Bloemen! Marit! Jeetje, Marit! Waarom ben je zo chagrijnig? Ben je ongesteld of zo? Waarom denken mannen altijd meteen dat we ongesteld zijn als we ook maar een klein beetje chagrijnig zijn? Omdat... Ja, kijk maar. Oh, ik ben echt zo dik. Oh, ik ben echt dik hè, Dylan? Nee, maar je bent niet dik. Kijk hoe dik dat is. Dit is gewoon echt dik. Je mag je wel eerlijk zijn. Marit, je bent serieus niet dik. Niet eens een klein beetje. Je bent juist heel dun. Ja, dat zeg je dus alleen maar omdat je mijn vriendje bent. Kijk hier, je mag toch eerlijk zijn? Het is echt dik. Ja. Ja, oké, maar ja, je hebt wel zwembandjes. Zie je? Je vindt dat ik zwembandjes heb. Je vindt me dik. Nee, serieus. Ja, serieus, ja. Stel dat je die zwembandjes af zou doen, dan zou je in theorie wel dunner zijn. Je vindt me dik. Mijn eigen vriend vindt me gewoon dik.
gezet. Oh, het was zo gezellig. Ga je zo missen? Ja, schat. Ik jou ook. Wat een rotwijf zeg. Ik kan er echt niet uitstaan. Hè, wat? Meen je dat nou serieus? Jullie zijn al super lang beste vriendinnen. Kijk hoe jullie net tegen elkaar deden. Ja, dat doe ik alleen maar om een beetje aardig te doen. Maar ik kan haar dus echt niet uitstaan, hè? Serieus? Ja, serieus. Oh, wacht. Ze appt. Ja, het was heel gezellig, ja. Oh, mevrouw. Weet u misschien waar de Wilhelminastraat is? Sorry, ik heb al een vriend. Oh nee, maar ik wilde eigenlijk alleen maar weten waar de Wilhelminastraat is. Ik heb al een vriend. En nee, ik geef mijn nummer niet. Ja, nee, ik wil hem ook niet als vriendin. Al bent u wel aantrekkelijk, maar nee, niet zo, maar... Ik meen het serieus, u moet echt ophouden hoor, want anders bel ik de politie. Kijk, dit is mijn vriend. De Wilhelminastraat is daar trouwens, ja, aan de rechterkant. Ah, hey, bedankt man. Hey. Het ruikt hier een beetje gek. Wat heb je net gedaan? Ik heb gepoept. Nee, serieus, kom. Wat heb je net gedaan? Ja, gepoept. Vrouwen poepen niet, dan weet iedereen. Wat heb jij net gedaan? Nee, serieus, ik heb gewoon gepoept. Wacht, ik heb er een foto van gemaakt. Want het was een hele goede drol. Dus moet je kijken. Ja. Oh. Nice. Ja, wat zijn die vrouwtjes toch vreemd, hè? En in deze video ga ik een super toffe, unieke prijs weggeven. Want zoals de meesten van jullie waarschijnlijk al weten, zijn wij bezig met een echte bioscoopfilm. En jij daar, maakt kans om mee te doen in deze film. Laat in de reactie weten wat jij niet aan vrouwen begrijpt. Ook als je zelf een vrouw bent, kun je dat gewoon laten weten natuurlijk. En wie weet, maak jij wel kans op een rolletje in onze film. En de winnaar van de prijs uit de vorige video is geworden... Yeah! Klik gratis op abonneren om op de hoogte te blijven van de nieuwste video's. En bedankt voor het kijken. Later!